Nou, lang is. U heeft een prachtige begroting gemaakt vorig jaar. U had zelfs geld over. Maar hoe loopt dat nu verder door die corona? Wat gaat daar veranderen, denkt u? Nou, laten we wel zo zeggen dat u zorgen mag hebben over met name de inkomstenkant. We zien al effecten bij parkeren. Mensen parkeren niet meer in de parkeergarages en op straat. De afgelopen maanden is daar het nodig gebeurd. De toeristenbelasting, de grote instellingen hier, ontvangen al gedurende lange tijd geen gasten. Het begint nu weer een beetje op te starten. Precario, de terrassen van de horeca. Dat zijn allemaal wel zaken die gaan doorwegen. Daar zullen we minder inkomsten op in krijgen. Nou, dat is één. Dat bespreken we hier vanavond ook in de gemeenteraad. Naar aanleiding van de voorjaarsrapportage. Maar belangrijker is, van, krijgen we daar nog een compensatie voor vanuit het Rijk? Het Rijk heeft allerlei maatregelen aan ons opgelegd die ook mede dit soort effecten hebben. Ja, komt er voldoende geld in? Dat is de vraag. De onderhandelingen met de VNG die lopen op dit moment. En er zijn eerste bedragen al genoemd. Er is een brief verschenen van de minister van Binnenlandse Zaken. Die schrijft over een aantal beschikbare potjes geld. Oplopen tot 570 miljoen euro. Maar dat moet wel op 350 gemeenten verdeeld worden. Waarbij iedereen natuurlijk royaal beloond wil worden of gecompenseerd wil worden. En ja, het is dus echt de vraag van hoe gaat dat nou zo vervolgd krijgen. Als dus de gemeente, die zal sowieso met minder moeten doen. Wat gaat de burger daarvan merken? Nou, in eerste instantie voor dit jaar waarschijnlijk niet. Maar goed, als daar allemaal naar de toekomst toe dat allemaal door blijft werken en je rekening moet houden met structureel lagere budgetten of het volle front, ja, dan komen we hier in het najaar over te spreken bij het vaststellen van de begroting 2021 en volgende. En dan moeten we ook tegen elkaar aanhouden van moeten we meer inkomsten gaan genereren uit bijdragen die het publiek, de inwoners van deze stad, aan die begroting leveren. En dus moeten we de OZB gaan verhogen of, je noemt het maar. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Ja, dat is dus eigenlijk een hele onwenselijke situatie. Maar uiteindelijk, ja, ook in dit land wil je alles in stand houden wat er is. Dan zullen we er ook gezamenlijk de rekening voor moeten betalen. Maar ik deel uw opvatting dat het eigenlijk geen goede beweging is. Dat daar waar mensen zelf in persoonlijke situaties al met minder inkomsten hebben te maken. En die doen zich helaas ook voor. Dat de overheid daar bovenop nog eens een keer een rekening heeft.